GVVV is de ploeg met de minste tegentreffers in de hele tweede divisie. Maar 6. Ploeg van Nick Oosterlee leunt op een uitstekende defensie. En is hier dichtbij een vroege voorsprong. Schotje eerst van Jeremy de Graaf. En dan is daarvan dichtbij Martin van Eck, die hem er net niet in krijgt. Achilles krijgt juist heel veel doelpunten tegen. Hier een slordige corner van GVV. En de snelle bal naar voren komt bij Nick Verstegen. Verstegen door de benen van Jansen, maar op de paal. Goeie actie van Verstegen. Al goed voor 5 treffers dit seizoen. Een beetje vallen en opstaan is dit Christophe Diaz de Oliveira. Wat kan hij met die bal? Nou, slim terugleggen. Het schot is hard en vliegt er zomaar in. Boy van de Beek scoort. Vooral het hakje is fraai. Het schot wordt van richting veranderd. En de treffer van Boy van de Beek, wiens broer trouwens, op de bank zit bij GVVV. Dus op de bank naast Nick Oosterlee. Dat is Bart van de Beek. Hier is de volgende kans. En hij moet er toch eigenlijk in van Verstegen. Achilles krijgt enorme kansen. Zo in het eerste gedeelte van de eerste helft. En staat dus met 1-0 voor. En dat kan je op dat moment ook niet onverdiend noemen. Aan de andere kant is de vraag wanneer GVVV zich laat zien. Hier met de Graaf. Komt in een moeilijke hoek. Nog een keer om de keeper heen. Nog steeds de Graaf. Maar uiteindelijk met de voeten Timo Platel, die weet te redden. Daar Erik Meijers, die zijn spelers in ieder geval weer aan het trainen en aan het voetballen heeft gekregen. Na de staking eerder deze week. En daar is op slag van rust zomaar de 1-1. Martin van Eck. Het is uit de kluts, maar het is wel heel bewust. Knap gedaan, want hij moet snel reageren, maar stuurt die bal wel nog naar de hoek. Prima treffer van Van Eck, dat is op slag van rust en dit is eigenlijk het direct na rust. Als er een fout is achterin bij Achilles, daar is Mulder met 1 kans en Mulder met 2 kansen en dan is het 2-1. Achilles geeft het vlak voor en vlak na rust eigenlijk weg. Mulder kan hem hier op breed leggen op Van Eck, doet dat niet en dan is het ook een kwestie van snel reageren. En dat doet alleen Mulder. Dus is daar de voorsprong voor GVVV. Hier ligt contact. Daarvoor is een penalty gegeven. Het lijkt wat makkelijk. Hij wordt ook heel makkelijk benut door Robin Mulder. Zijn tweede. En daarmee is de wedstrijd, lijkt het wel, gelopen. In de slotfase GVVV nog een keer weg. Met Mulder. Die kijkt. Hé, daar is die andere speler die al een doelpunt heeft gemaakt. Van Eck, die staat helemaal vrij. Nou, dan mag hij er ook 2 maken. En is het dus 4-1 voor GVVV. En voor Achilles nu in de laatste 3 wedstrijden 14 doelpunten tegen. En als je ze zag verdedigen vandaag, is dat eigenlijk geen wonder. Weer een pijnlijke nederlaag voor Achilles. En GVV blijft het heel goed doen bovenin de tweede divisie.